Je moet goed tegen naalden kunnen en tegen pijn. Au! En het echt zeker weten, want ze zitten in principe voor altijd op je lichaam. Ik heb het over tatoeages. Eigenlijk een van de leukste dingen, het spannendste vind ik aan een tatoeage, is dat het voor altijd is. Het is ook een beetje stoer, het is een teken van avontuur. Je hebt het gedurfd. Tatoeages zijn knetterpopulair bij grote beroemdheden. Mensen willen ze nu massaal op hun lichaam. Gewoon omdat ze het mooi vinden of omdat het een speciale betekenis heeft. De eerste letters van mijn zussen namen, Shirley, Anna en Roos, die hou ik altijd bij me. En dan nu ook uitgebeeld in een tattoo. Jarenlang vonden mensen het echt niet oké om er eentje te hebben. Huh? Hoe zit dat? Dit is Uitgezocht, een serie van het Jeugdjournaal waarin we iedere keer één ding voor je uitzoeken. Dit keer, waarom zijn tatoeages zo populair? We beginnen de Uitgezocht met een vraag. Wie van het Jeugdjournaal heeft een tattoo? Het antwoord hoor je zo. Voor de eerste tattoos moeten we eeuwen en eeuwen terug in de tijd. Een van de oudste tatoeages ooit gevonden zijn die op het lichaam van deze mummie. Utsi heet hij. Hij leefde zo'n 5000 jaar geleden in de Alpen en had er tientallen. Tatoeages waren ook populair in het oude Egypte. Daar geloofden ze dat het hielp tegen de pijn. Maar ook hier op de eilanden in Polynesië lopen ze al eeuwen rond met tattoos. Daar komt het woord tattoo ook vandaan. En het betekent zoiets als merken of markeren. Zo'n 250 jaar geleden ontdekte de ontdekkingsreiziger James Cook de tatoeages op de eilanden daar. Bij terugkomst in Europa raakte hij er niet over uitgepraat. En zo werd langzaam maar zeker de tattoo steeds bekender bij ons. Lange tijd werden tatoeages in Europa gezien als iets fouts. Criminelen hadden ze vaak bijvoorbeeld. En ook ruige zeemannen lieten tatoeages zetten. Hun tekeningen vertelden over hun lange zeereizen. En als ze verdronken, wisten mensen wie ze waren. Waarom vonden mensen in Europa in eerste instantie tattoos niet zo mooi? Het is vooral de kerk die zich op een gegeven moment met de gang van zaken gaat bemoeien. En die was dus tegen tatoeages. Dat zijn duivelse dingen en dat willen ze niet. We willen allemaal beschaafd zijn. Je moet netjes zijn. Netjes zijn en beschaafd. De His Holiness. Dit is Henk Schiefmacher, misschien wel de bekendste tatoeëerder van Nederland. Ook altijd mooi, deze dat hij er onderdoor loopt, vind ik ook altijd wel goed. Hij heeft wel 100.000 tattoos gezet en zit zelf ook helemaal onder. Deze heeft mijn dochter gemaakt toen ze heel jong was. Hier heb ik een andere dochter. Dus er zijn tientallen redenen waarom je zou kunnen laten tatoeëren. Het is net als een stripboekje, als een getekend boek. Emoties die er allemaal op iemand zitten. Kleine afbeeldingen, tekeningen die allemaal iets vertellen over wat er gebeurd is en waar je was. Een tattoo zetten gebeurt natuurlijk niet met de inkt die in een gewone pen zit. Maar wat dan wel? Tatoeages worden in de huid getekend met een tattoepen met daarin speciale tatoeëerde inkt. In die inkt zitten chemische stoffen die zorgen dat de tatoeage een bepaalde kleur krijgt en lang mooi blijft. Bij het tatoeëren prikt de naald heel snel en diep door de huid heen. De inkt komt zo als het ware onder je huid, waardoor het voor altijd blijft zitten. Je kunt je voorstellen dat dat best pijn kan doen. Sommige mensen vallen zelfs flauw. En er zijn nog andere risico's. Je kunt bijvoorbeeld een allergische reactie krijgen. Je huid kan opzwellen of gaan ontsteken. Ook kost het veel geld om er eentje te laten zetten. En bovendien, een tatoeage is voor altijd. Die gaat niet zomaar weg en dus moet je heel zeker weten dat je het wil. Hoewel er dus risico's aan zitten, mag je al behoorlijk jong een tatoeage in Nederland. Namelijk vanaf je 12e. Tenminste, als je toestemming hebt van je ouders en één van hen er ook bij is. Jongeren van 12 tot 16 jaar mogen trouwens geen tatoeages op bepaalde plekken. Zoals je hoofd, je hals of je handen. Dit is de tattoo. Hij is hartstikke mooi geworden, vind ik. En mijn zussen hebben dezelfde tattoo met mijn letter erbij. Die hebben we samengezet bij de tattooartiest. Omdat we eigenlijk altijd samen zijn en dat houden we ook altijd bij ons. Sylvester was 13 jaar toen hij een tattoo liet zetten. Dat mocht van zijn ouders. Akkoord? Akkoord, handtekening eronder. Ik dacht dat mijn vader nee zou zeggen. Maar die heeft zich er gewoon niet mee bemoeid. En het was de keuze bij mijn moeder gelegd. En mijn moeder die is altijd wel heel lief en die vond de betekenis zo mooi. Die zei, doe ook maar.
Toch zijn veel deskundigen niet blij dat je zo jong een tattoo kan laten zetten. Zij zeggen dat het iets is waar je 3, 4 of zelfs 5 keer over moet nadenken. En de vraag is of je een tatoeage nog wel leuk vindt als je ouder bent. Wij als vereniging voor tattooartiesten vinden het wel belangrijk dat het dus eigenlijk niet alleen vanaf 16 is, maar misschien wel tot en met 18. Het maakt ook eigenlijk niet uit wat de reden daarachter is. Dus of het nou om een emotionele reden is of het is met je hele familie. Daar draait het eigenlijk niet om, maar een tatoeage is voor de rest van je leven. Waarom mensen een tattoo laten zetten? Ja, daar zijn heel veel verschillende redenen voor. Vanwege bijvoorbeeld een mooie boodschap. Je wil er graag mee opvallen. Of je hebt er één vanwege je geloof. Of om er iets mee te bedekken, zoals littekens of brandwonden. Ook gebruiken verschillende culturen tattoos om iets te vertellen. Bijvoorbeeld in Samoa, een groep eilanden dicht bij Australië. Hoe meer tattoos je daar hebt, hoe belangrijker je bent. Ook worden tattoos bij sommige volkeren gezet om te laten zien dat een jong of meisje in de puberteit is gekomen. Dat je tatoeages nu overal ziet, komt vooral doordat steeds meer bekende mensen ze hebben. Neem bijvoorbeeld deze bekende oud-voetballer, David Beckham. Voor hem zag je bijna nooit tattoos op het voetbalveld. Maar nu zijn ze niet meer weg te denken. En dat geldt niet alleen voor voetballers. Bijna alle beroemdheden hebben tegenwoordig wel een tattoo. Groot of klein. Er zijn in ons land veel bekende voorbeelden. Denk aan Enzo Knol. Ja, ik vind hem super sick. Ja, echt heel cool. Echt dik. Gio. Ik zit in een stoel, maar kijk eens aan. Hij staat erop. En zelfs minister Hugo de Jonge heeft er eentje. Daar verstopt onder zijn mouw. Beroemde buitenlandse sterren met tatoeages zijn er ook volop. Harry Styles bijvoorbeeld. Maar ook Ariana Grande. Cardi B, die heeft een enorme tattoo waar je echt niet omheen kan. Rapper Post Malone heeft ze zelfs op zijn gezicht. En wie ook helemaal onder zit, is natuurlijk Justin Bieber. Als Justin Bieber morgen een rood puntje op zijn neus laat tatoeëren, dan staan ze hier in de rij om een rood puntje op hun neus te tatoeëren. Ja, zo werkt het helaas wel. En dat alles wordt gedeeld op social media, waardoor nog meer mensen het zien en willen. Nou, er komen hier mensen binnen die hebben een dochter of een zoon. En die wordt dan overmorgen 16 bijvoorbeeld. En die wil dan meteen een hele, wat ze noemen een sleeve, dat de hele arm vol zit. En die heeft al een idee. Nou, dat idee dat komt meestal rechtstreeks bij TikTok of Pinterest vandaan. En dat is een idee wat duizenden mensen al hebben. Dus dat is een ondoordacht idee. En wat zeg je dan? Ja, dan zeg ik, ga maar naar huis. Je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt het op je huid laten zetten. En sommigen gaan daar best ver in. Mensen die hun hoofdhuid laten tatoeëren, hun gezicht of hun hele lijf. En deze man heeft zelfs een wereldrecord te pakken. Meest tattoos op één lichaam. Ja, wat nou als je spijt krijgt van een tattoo en er vanaf wilt? In mijn geval heb ik het gedaan toen ik depressief was. Ja. Ik vind dan dat je niet echt helemaal nuchter kan nadenken. Daarom geeft deze man een tattoo-advies aan kinderen. Ja, die vinden dat heel gangster en zo, maar dat is totaal niet zo. Totaal niet. Als je niet blij bent met je tatoeage, kun je die laten weglezen. Alleen dat is pijnlijk, duur en het weghalen ervan kan soms maanden of zelfs jaren duren. En je kunt er littekens aan overhouden. Daarom zegt ook Henk, net als veel anderen dus, denk echt goed na of je een tattoo wilt. Think before you ink is het verhaal. Denk na voordat je je laat tatoeëren, denk na voordat je je laat prikken. Conclusie. De tatoeage was vroeger vooral iets voor zeemannen en criminelen, maar is nu populairder dan ooit. Soms laten kinderen ze zelf zetten. En dat het nu zo populair is, komt vooral door social media en de vele beroemdheden die ze hebben. En over beroemdheden gesproken, ik vroeg je eerder wie bij het Jeugdjournaal heeft een tattoo. Ik deed een rondje op de redactie. Johanke, heb jij een tattoo? Nee. Er zit er één op mijn rechterbil, één op mijn linkerbil. Ik geef je. Niet schrikken, waar komt die? Nou, ik ben helemaal vrij van tattoos. Ik had het heel graag gewild, maar ik durf het niet. Ik zou er zelf nooit eentje nemen. Veel te bang dat ik er spijt van krijg. Helemaal blanco, zo wit als papier. Niemand heeft dus bij ons een tattoo. Nou, laat ik dan de eerste zijn. Goed gelukt, hè? Wauw.